Dag Steven. Dag Pierre. Waar zijn we hier vandaag? We zijn hier vandaag op het voetbalveld aan de Oude Kerkhofstraat in Grenbergen, waar dat wij aan de stad Dendermonde de kans krijgen om het kunstgrasveld aan te leggen. Oeh, waarom zullen we een kunstgras nu leggen? We zijn als club gegroeid op 3 jaar tijd tot 200 leden. Wij spelen al op 2 locaties in Sint-Gillis en in Buggenhout. En ook daar is geen extra plaats meer om onze leden kansen te geven om te spelen. Zal dat alleen maar voor hockey zijn? Nee, dat gaat ook geschikt zijn voor frisbeeveld aan te leggen. En wij gaan ook samenwerken met scholen die tijdens schooluren kunnen komen sporten met andere sportverenigingen die hier sportkampen komen organiseren. Dus veel meer dan hockey alleen. Wat zijn de volgende stappen nu? De volgende stappen zijn dat wij prijzen aan het opvragen zijn bij aannemers om te kijken of dat er mogelijk is. En dat wij subsidiedossiers gaan indienen bij Stad Dendermonde en bij Sport Vlaanderen. En een heel belangrijke dag is 28 augustus. Dat is een dag waarop we samen met ons leden willen beslissen hoe dat veld er uiteindelijk zal uitzien. En waarbij we ook steun gaan vragen van onze leden. Ah, bedankt Steven. Hè. We zullen zeker iedereen op de oog laten weten en regelmatig berichten sturen via onze website en de sociale media.